welkom bij de tweede episode van de Next Podcast, seizoen 3 aangekomen. Up, y'all need to get all fed up, cause I got a little cheddar and my wreck is moving out the store. We hebben vandaag twee hele speciale gasten bij ons. Boy, stel jullie zelf eens voor. Obed, man. Mijn naam is Stanley. Mijn naam is Bully. Wat zeg je? Mijn naam is Stanley en mijn artiestennaam is Bully. Ja? Maar is dat alles wie jullie zijn? Gewoon alleen jullie naam? Of ga je wat meer met me praten? Ja, laat me zeggen. Bijnaam is Debo. Ja. Dus ja, zo noemen we Matties, man. Ja. En zo kan je me ook wel zien van de shows die ik samen doe met Bully. MC Debo. En ja, dat is het eigenlijk, man. Ja? Die twee namen heb ik. Bully, muziek. Weet je harder praten. Ik muziek. Ik heb samen met Obed, kledingmerk. En samen met Jamma, Pedro, Filip. En daarnaast doe ik ook acteren en dat soort dingen. En oh ja. Modellenwerk. En ja. Ja, man. Ja, wat Bully net zei, kledingmerk doen we samen. Optredens doen we samen. Maar ja, waar we vooral echt samen echt vaker zijn, is de kerk en onze merk, man. Oh, dan. Ja, dan. Man. Wat is die connectie van jullie twee dan? Familie, man. Oh, is echt? Ja. Wat neven? Ja, we zijn neven van elkaar. Oké, dan. En wanneer dachten jullie van, we gaan gewoon samenwerken? Want je kan familie zijn, je kunt neven of brother zijn, maar dat betekent niet altijd dat je werk gewoon mixt met je familie. Hoezo dachten jullie van, dit gaat werken? Zou ik het zeggen of wel, zeg jij? Ja, ja sinds jong al zijn we, laat me zeggen, ondernemers, om het zo te zeggen. Hmm. Dus sinds jong waren we al een team. Maar vroeger ging het niet zo, want hij was hogeschool natuurlijk. Hij was die slimme guy van ons twee. Yeah. En ik was die guy die vaak buiten was. Yeah. Dus, maar toen hebben we onze weg weer bij elkaar gevonden. En hebben we al die tijden samengewerkt en alles. Yeah. Want jij bent nu zijn MC? Ja, man. Dus tijdens elke show is hij aanwezig om jou te versterken? Ja, man. Hoe gaat dat dan? Sowieso een soort systeem geworden. We gaan gewoon met de managers, two managers en zo. Yeah. En we zijn op elkaar afgestemd. Dus zeg maar, hij weet wat hij moet zeggen, hij weet wanneer hij wat moet zeggen. Yeah. Welke timing en dat soort dingen. En we voelen elkaar gewoon aan tijdens die shows. Ik hoor dat. Hoe lang doen jullie dit al samen? Sinds het begin, sinds de eerste show. Ja, dat is een jaar nu. Ja, want hoe oud zijn jullie eigenlijk, boys? 18, man. Oh ja? Ja. Ook 18? Werkelijk bullies. Ja, man. Dam. Ja. Zijn jullie vroeg bezig, man. Ja, man. Klopt, dat is wel waar. Want je geeft al 16 jaar shows, dat betekent dat je op 17 mag gaan. Ja, klopt. Dam. En hoe ervaar je show live dan? Goed, man. Ja? Shows zijn gewoon shows. Het is niet direct iets speciaals. Je treedt een half uurtje op. Het kan soms hectisch zijn, omdat je de hele tijd aan het bewegen bent, maar ja. Het is wel gewoon, het werkt wel gewoon. Ja. Het verdient ook geld niet. Ja toch? En hoe is het hectisch? Als je in meerdere shows op één avond? Of? Ja, veel reizen vooral. Hmm. Veel reizen, veel in de auto zitten. Je stem is vaak weg. Je stem moet trainen en dat soort dingen. Heb je dat wel eens gehad dat je een show had, maar dat die stem gewoon helemaal niet meer werkte? Op een gegeven moment dat mijn stem wel wegging, ja. En wat doe je in zo'n situatie dan? Want je moet zo op stem weg. Gewoon improviseren, man. Doorgaan. Hè? Ja? Water drinken, improviseren. Hij praat meer dan ik dan. Ja. Ik hoor dat. Dom. Ja. Wat doe je nog meer dan in het dagelijks leven? Of je zei al, je gaat naar kerk, bewust met je kledingmerk, artiest. Wat doe je nog meer? Los van dat allemaal. Ja, zo. Ja, ik ben altijd aan het trainen met Jamma en Pedro, zijn ze zo daar zo in de back. Shout naar hun. Boksen doe ik. En werken aan nieuwe businessplannen. Ja, die nog moeten gecreëerd worden. Maar ja, dat eigenlijk, man. Wat gaan jullie nog naar school? Ja. Wat doen jullie? Fashion designer, man. Oh, ja. Puur. Ja. Ik zit helemaal brood academie. Oké, dan. En
wat hij zegt inderdaad, man. En vooral, ze hebben sowieso vooral op het kledingmerk gefocust. Dat is denk ik nummer 1 prioriteit. Mm-hmm. Als het om ons beiden gaat, dan natuurlijk gewoon muziek en boksen en dergelijke. Maar we zijn eigenlijk gewoon elke dag bezig met dit. Hoe combineren jullie dan? Dat, want je gaat naar school, je bokst, je wilt wedstrijden spelen. Ja. Weet je toch? Je bent bezig met je kledingmerk. Je ondersteunt hem ook bij zijn shows. Hoe combineer jij dat eigenlijk in je daily life? Ik zeg je eerlijk, ik ben een moeilijke planner. Dus ja, om het zo te zeggen, ik doe het gewoon. Het komt gewoon op mijn pad, om het zo te zeggen. Ik plan het niet wat ik doe. Op een dag plan je niet wat je moet doen? Je gaat gewoon mee, man. Met die wave. Man. Ja, maar ik herinner het gewoon in mijn hoofd en dan... Boys is zo? Hij is zo? Ja. Maar ja, zoals dat bijvoorbeeld heb ik vergeten te zeggen vandaag om de tijdstip nog tegen Philip te zeggen. Dus zo, dat zijn de problemen die je dan gaat krijgen als je dat doet. Dan heb je niet vaak dat je dingen gewoon vergeten doen op een dag die je wel moest doen? Wel, man. Dat heb ik echt vaak. Ik heb dat echt vaak, man. Maar ja, dat... Wordt erbij. Ik werk eraan, om het zo te zeggen. Ik hoor het. Ik zag nog op je story, deze guy was volgens mij 3 uur in de avond, was je nog in de gym. Ja, man. Dat dacht ik van, nee, man. Hij was vergeten te trainen. En hij was aan het doodslaan. Ja. Met Lupikino's, hè? Ja, klopt. Hoe lang boks je al? 2,5 jaar, man. Ja? 2,5 jaar. Hoe ben je begonnen daarmee eigenlijk? Door hem eigenlijk, man. Je bokst ook? Ja. Ik heb gekickboxd voorheen, ja. Oké. Dus ik ging altijd met hem mee. Ik zei altijd van, ik blaas je en zo. Je weet toch wat dat was? En ja, hij blaasde mij gewoon. Maar nog steeds sprak ik stoer. En toen zag hij zijn leven in het rappen. En verdiepte ik meer in het sport zelf. En toen kwam ik erachter dat kickbox niks voor mij was. Want ik gebruikte alleen maar handen meestal. Dus ging ik naar boksen. Had ik Jama en Pedro meegenomen. Naar de box en toen was het zo geworden, man. Op die manier. Ja. En Jamma en Pedro, hoe lang ken je die boys al? Jamma ken ik al 6 taya's, als het goed is. 6 toch? 6 is lang ook voor je leeftijd, 18. Basisschool, die man daar. Ja, en Pedro ken ik 4 of 3 jaar. We kennen elkaar van de straat gewoon, man, om het zo te zeggen. Ja, gewoon van de buurt en zo. Ja. Welke stad komen jullie? Ali, man. Represent Ali, ja. Alle 4? Ja. Ali boys. Nee, hij komt ook uit Ali. Ali boys. Ja, man. Maar met doe je ook gewoon die kledingmerk toch gewoon, Sanslimite? Ja, man. Toch. Hoe ervaar je dat dan met zoveel boys gewoon? Maar uiteindelijk, je zegt zelf, jullie komen gewoon... Hoeveel boys eigenlijk? Ja, eigenlijk. Zijn met z'n 4, dus ja. Ja, man. En hoe ervaar je dat dan? Want volgens mij, jullie boksen ook samen, jullie kleding samen, hoe? Laat me zeggen, er is soms wel, heb je discussies, je weet toch hoe boys zijn. Ga niet filteren omdat ze hier zitten. Ja. Ja, we hebben vaak wel van onze dingen, dat we last van elkaar hebben, om het zo te zeggen. Maar aan het einde van de dag is er altijd plezier. Want bijvoorbeeld na een meeting kun je ons zo... zien dansen of zo. Ik dacht helemaal niks waarom we dat doen. Ja, helemaal maar, gesloten, gewoon. Ja, man. Het is gewoon, we hebben een vibe, man. Onze team is gewoon echt een vibe. Ze zijn gewoon broers geworden, man. Het is geen vriendschap meer, ja, man. Oshie. Hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk? Ja, door onze merk, man. En onze gebeden die we hebben gedaan op ons merk. Dus dat eigenlijk, man. Maar dat ook, hoe is jullie merk eigenlijk als het ware tot stand gekomen? Man. Hoe spreek je het uit, Sans? Sanslimite. Sanslimite. Ja, man. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe zijn jullie op die naam gekomen? Dat is... Al lachen. Het is echt een heftige verhaal. Of laat me zeggen, het is een lang verhaal. Ik en Bully waren gewoon één keer op de bank aan het liggen. Toen voelde ons broke, om het zo te zeggen. Maar kijk, we waren jong, toch? En we keken naar... Instagrammers en zo, dachten van hoe zijn die rijk? Hoe jong waren jullie als ik vraag? Ja, 14, 15. Ja. Of, ja, 14, 15. En toen noemde hij hem eerst Meester Splinter. Want hij maakte gewoon burgers, maar Meester Splinter was een
karate iemand, ja, toch? Ja, ja. Dus wij noemden hem Chef Splinter, want hij was goed met het eten, toch? Dus hij maakte burgers. Wat maakte hij? Alleen burgers? Ja, man. Mm. Die burgers waren echt goeie. Ja, man. Ze waren echt goeie. Ja, toen dachten we van, laten we een burgerbedrijf beginnen. Toen had ik Jamma en Pedro. En er is nog een jongen, Frans, met die burgerbedrijf. Had ik, Jullie hebben echt een burgerbedrijf opgezet? Ja, man. Ja. Dat was onze hassel. Ja, man, dat was onze hassel op onze 15e. Toen gingen we burgers verkopen in Ali. Hier was, hoe heet het? Bezorgding. Wat we gebruikten was een fiets en de bus. Dus het kon echt zo zijn dat je eten pas. Als de bus vertraging had, zou je eten. Ja, je eet toch? Risico, en onze verwarmtas, hoe heet dat? Koeltas toch? Was een. Je toch die 20 cent, nee, die 50 cent tasjes van Dirk van den Broek. Die in de koel, die gewoon warm houdt, die plastic tassen. Zie. Yeah. Met die folie erin. Yeah. Daar lieten we ze eten in. En ging dat gewoon seren, man. Hoe ging die verpakking dan? Gewoon in een zak gewoon? Ja, we hadden gewoon geen naar macro. We dachten macro was goedkoop. Het was tand toe duur, broer. Het was echt duur. Maar we hadden verpakking gekocht daar. Maar niet met branding erop, dus niet met die naam erop. We hadden een Snap-account gemaakt. Gingen gewoon burgers verkopen. En hadden we de eerste dag hadden we Barkie 20 gemaakt. Toen dachten we van, wij gaan rijk worden. Gewoon. Ja. Toen dachten we echt van... Maar voor hoeveel gingen jullie het verkopen dan? 6,50. Wacht, wat hoeveel was het? De burgers waren aan het verkopen, was volgens mij €4 voor een burger als het goed is. Maar gewoon die burger, gewoon geen friet, gewoon een burger. Nee. Oh, ja, met een burger. Oh ja, een menu. Hey, menu 6,50 is dom, hè? Ja, daarom kwamen mensen ook. En ja, ook door mijn geheime saus natuurlijk. Ik kan nog steeds niet vertellen wat het is. Nee, man. Van die ketchup mayo mix. Yeah. Nee, niet die. Nee, die niet die. Dat kon ook eigenlijk. Maar ja, gingen dat seren. En ja, hadden we volgens mij rond 4 barkie gemaakt in de week. Dachten van, ja, we gaan echt lekker. Toen, ik heb 4 barkie op 14 jaar, 5 jaar geleden. Ja, man. Dat is pad, hè. In een week, hè. Ja. Dat is pad, hè. Ja, man. Toen waren we... Gewoon met ons met z'n allen zitten. Toen dachten van, hoezo verdienen we deze dag niks? Want echt niemand had wat besteld bij ons, toch? En we moesten ook echt realiseren van, niet iedereen haalt altijd eten. Want je moeder kookt ook, toch? Snap je? Ja. Dus we kregen opeens een bestelling om 11 uur. En die moest Jamma voorbereiden. En die burger was zo zwart, maar we hadden het niet door. Dus, hoe niet? Je hebt het gewoon meegegeven? Nee, hij heeft het gewoon in die bakje gezet. Ik denk van, ay, cool. Dus die uien was zwart erop verbranden en alles. Hij staat, we denken van, ay, Orsi. Schade. Ja, Orsi, we hebben tenminste 6,50 vandaag verdiend. We zien opeens, we worden wakker morgen. We zien een privéverhaal, op iemands privéverhaal van... I know, die burgers van Burger To Go doen me zo. Je ziet opeens een zwarte ding als had iemand een snap gemaakt en niemand ging meer bij ons halen. Ja man, dan ga je ervan. Ja man. En toen was Bully ook bezig met zijn dinges, met rappen. Toen was hij in Ali al bekend een beetje aan het worden als Bully. Toen had hij nog een masker op, want toen wou hij niet herkend worden. En toen gingen we in de schoenenwereld met die winst. Dus, schoenenwereld? Ja, man. Je hebt schoenen gemaakt? Nee. Kom resell of zo? Kom wel, met Gods wil. Hoe heet het? Ja, resell eigenlijk, man. Gingen we schoenen verkopen samen met Jamma en Bully en Frans. En gingen we, deed het schoenen aan vrienden verkopen. Maar toen dachten we, deed het in ons van... Het kan nog beter, want we willen uiteindelijk rijk worden, toch? Gingen we het aan een schoenenwinkel verkopen in Utrecht. Waar we echt de gekste deal hebben gekregen. Gewoon van oplichting bedoel ik. Oh. Ja, man.
We hadden die off-white. Ja, man. Zelf, ja, of? Man. Maar ja, we waren jong, dus eigenlijk... Wij hoe dat jij geen aan hun verkopen, toch? Ja, ja, ja. Oh, okay, okay, okay. Ik leg dat nu uit. Dus die off-white patas, toch? Ja, ja. Die van Virgil. Die met die dunk en die off-white eraan. Yeah. Dus wij hadden die eerste... je weet toch, die eerste die is echt heel veel waard, toch? Maar we hadden echt veel van die. We hadden voor mij... We hadden 9, hoeveel hadden we? 9 ingekocht of zo. En gingen dit het verkopen aan die kill. Maar die kill gaf ons 3 barkie voor die pata, toch? Maar die pata was 7 barkie waard. En ja. Even geplust op jullie, ja. Ja, man. Nee, ik krap nog steeds aan mijn hoofd. Want ik zeg je eerlijk, ik weet niet waar ik nu zou zijn als ik die doekoe had. Dus ja, daar was onze eerste, ja, onze tweede downfall. Maar ja, we gingen niet stoppen, want we wilden steeds meer doekoe maken. Dus toen kwam Bully met het idee om een bedrukken ding te halen. Dus ging een bedrukken, kleding bedrukken. Was ja, ook wat voor druk hebben jullie gehad? Hoe bedoel je? Wat voor druk? Gewoon heatpress. Ja, heat. Mm. Ja, ja, dat was het. Ging gewoon matties verkopen. Ging dan met een naam erop. Toen dacht ik van... Laten we onze merknaam erop zetten. Maar wat is onze merknaam? Toen hadden we eerst een Spaanse naam. Niet van Spaans, maar gewoon echt Spaans. Gewoon. Yeah. Ja, ja, een Spaanse naam. En ik weet niet meer hoe dat heet. Ja. Weet je nog hoe dat heet? Nee, man. Los nog maar. Ja, dat kon wel goed. En toen, ja... Toen kwam met dat, maar het klikte niet zo. Dus toen kwam met de Franse naam. En dat was grenzeloos, want ja, daar staan we eigenlijk voor. Alles hebben we, ja, buiten de lijntjes gedaan, om het zo te zeggen. Eigenlijk, jullie waren wel gewoon op jonge leeftijd op een hossel. Ja, man, dat eigenlijk. En toen kwamen we aan Sanslimite. En toen gingen we onze eerste hoodie verkopen. Die had Philip gedesigned. Ja, man. Die ging echt lekker. Was in 4 uurtjes uitverkocht. Ja? Ja, man. En ik kan nog herinneren, de eerste 2 uurtjes kwam er niemand. Toen realiseerde ik al in mijn hoofd van, deze kleding shit is niets voor mij, man. Ik zou echt stoppen. Maar gewoon, je voelde die druk van, I know, man. Niemand, dat, doet, maar, ja. Niemand gaat me komen kijken, ja, ja. Ik hoor dat. Want ik keek gewoon echt zo naar die tafel, ik leunde zo. Ik dacht van, what the fuck? No man, dit is niet hard. En ja man, gingen dat verkopen. Toen kwam er structuur in ons team. Plannen, hebben we onze zelf taak gegeven, wat we doen en zo. En toen kwam onze volgende succes en dat was die trainingspak. Die ook echt lekker liep, was ook snel uitverkocht. En ja, daarna kwam die jeans, die ook in 5 uurtjes was uitverkocht op die pop-up van ons. Ja, dus kop is snel uit, wel. Ja, man. Ja, we zijn op tempo. Is ook goed, hè? Ja, man. Ja. Wil je die trinnen halen? Ik zeg gewoon, kijk, ik ben 19 augustus jarig. Voor verjaardag wil ik die trinnen halen. Dit was in die zomerprogramma van Pata. Ik zeg gewoon van, kan je het voor me houden? Nou, wanneer ik hun toch terugkom van, want toen hadden die faker nog gepland, maar die gaat eigenlijk niet door. Wanneer ik terugkom, baai ik het, bla bla. Nu, het moment komt, ik app hem. Nee, het was nog fysiek. Ik vraag hem van, hey, fucker, kan ik die trainer nu nog halen bij je? Yeah. Hij zegt me gewoon van, Saan, ik ben vergeten. Toen is hij uitverkocht. Voor mij kreeg ik ook een DM van jou. Broer, ik DM die man. Ik zeg, die brak aan land, baar man. Die ja. Brak aan land, hij kijkt me niet. Ja. Ik zeg je eerlijk, dat zeg ik juist. Mijn planning moet nog beter worden, maar... Je verliest klanten. Nou, ik heb het goed gemaakt, dus ja. Respond. Dus, ja man, dat eigenlijk, man. Nice, man. Nice, man. Ja. Wat was jouw hustle eigenlijk? Want ik zie, eerst op boys waren jong burgers maken, patas verkopen en zo. Wat was jouw hustle? Broer, wat was mijn hustle, broer? Ik ging die appie gewoon doodslaan, hè. Ik ga 100 uur van mijn leven seren in die appie gewoon. Fuck a filler of man. Ja, man. Ik ging het doodslaan. 14 begon ik. June. Ik heb het doorgetrokken tot 18. Op een gegeven moment kon ik die appie niet meer zien. Ik ging gewoon andere June-tas kijken. Op een gegeven moment speelde ik ook hoog niveau basketbal.
een gegeven moment, waar heb ik gejoined zelfs? Ik ging zelfs club doen, Escape. Daar ging mijn rug breken. Ja, wat, als beveiliger of barman? Nee man, ik begon als zaaljongen. Je begint eigenlijk een beetje onder aan de hiërarchie, om maar zo te zeggen. Glazen halen. Op een gegeven moment ga je daaruit, dan word je runner. Ja. Ben je beneden, zit je eigenlijk gewoon beneden. Heb je een groot scherm. Ja. En wat had je? Je had misschien 8 barren in die club. Ja. En dan als iemand kwam van, yo, ik wil een mooie 3 liter bestellen, moest ik het beneden klemmen. Want die mochten natuurlijk niet boven staan, moest ik het naar boven brengen. Als fris op was, moest ik zo'n 3 kratten met 24 van die glazen flessen naar boven tillen. Ja. Dat ging ik doen, maar op een gegeven moment werd ik VIP-controle. Moest ik gewoon mannen checken die in VIP kwamen, of ze wel in die VIP mochten zijn en zo. Oh. En zo een beetje op een gegeven moment, man. Maar ja, dat hou je ook hoe lang voor? Kijk, die pap was goed. Ja, dat geloof ik wel. Die pap was echt goed, maar... Maar daarom die nachtdiensten toch? Als ze komen, je hoort pitten om 7 uur in de ochtend. Je wordt 1 uur wakker, je voelt je niet goed, je body voelt zich helemaal onwennig. Op een gegeven moment ga je dat ook stoppen. Het gaat die pap niet waard zijn. Klopt. Op een gegeven moment ging ik... Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb... Kennen jullie, weet jullie van die glazen platen? Waar je dan je nummer in kan zetten. Ja. Je had van die Spotify nummers kon je dan in een soort van plexiglas zetten. Gewoon die doorzichtige glazen. Ja, dus dat ging ik een tijdje ook doen. Ging dat seren. Ging een man aan mijn bar van, yo, go deze tune. Ging ik het fixen. Ja. Ging ik het gewoon voor ze brengen. Dus dat ging ik seren ook. Oh. Dat heb ik nog meer gedaan. Ik heb een tijdje ging ik... je toch voor die iPhone kabels had je van die beschermers. Want meestal die iPhone kabels gingen aan het uiteinde gingen ze stuk. Ja, ja, ja. Ik had die beschermers ging ik seren een tijdje. Was dat niet het schoolproject? Ja man, maar uiteindelijk ging ik het doortrekken, want ik zag die pap geen land. Dus dat man, ook altijd gewoon een beetje op zoek geweest naar wat ik wil doen en zo. Ja man. Op een gegeven moment, ja, klaar met scoren. Normaal doen, maar ja. Die 32 uur doen voor in klantenservice, dat ging ook niet veel voor me doen ofzo. Nee, maar die pap was lekker, maar ja, op een gegeven moment ga ik ook zeggen, dit is niet wat ik met mijn leven wil doen. Ja, klopt. Dus toen eigenlijk weer naar scoren gegaan. Omdat ik nog niet per se wist wat ik wou doen en die libido was ook niet per se wat het moest zijn. Toen ik denk, ik zei tegen mezelf, ik ga naar scoren om een beetje uit te vinden wat ik wil doen. Ik begon 2 maanden met scoren en toen dacht ik, ja man, dit is wat ik wil kicken. Ja. Maar ja, toen moest ik die opleiding weer afmaken, want ik dacht, ik ga niet beginnen en niet afmaken. Nee, nee, nee. Dus ik ben daar nu eigenlijk nog mee bezig, die opleiding afmaken. En voor de rest, gewoon veel bezig, man. Op een gegeven moment ging ik MC'en, vissas. Daar haalde ik op een gegeven moment ook pap uit. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld echt leuk vind. Ja, ja. Dus dat een beetje. En voor de rest, ik ben gewoon veel op zoek naar wat ik wil doen. Ik heb nu al een beetje gevonden. En dag in dag uit gewoon dat researchen. Kijken wat ik wil doen. Hoe ik dat ga realiseren eigenlijk, man. Oké. Okay. Dat, man. Jij dan? Ik zeg je eerlijk, als ik terugkijk, dan denk ik van... Ik zou het wel leuker vinden als ik bijvoorbeeld burgers ging verkopen. Zulke dingen. Is anders, toch? Yeah. Ook met je matties en zo. Ben je ook wel anders? Of was broer, ik... Volgens mij... Holendrecht nog aan het begin. Ga ik het echt zeggen? Je weet toch die gelzadels van bikes en zo? Ah, oh ja, ja, ja. Toen de tijd, met die BMX en die dingen daar, had je ook die tasjes achter je bike en zo. Oh. En dan die gewoon bij Mats zo, heb je gelzadel nodig? Dit, dat. Nou goed, dat, toen op een gegeven moment... Yo, je praat niet goed, hoe kan je met die gelzadel? Is niet voor die podcast toch? Ik zeg je eerlijk, ik was wel vervelend buiten en zo, maar ik bracht je niet naar huis en zo toch? Dus dat was gewoon tranky. Op een gegeven moment dacht ik van, oh man, ik moet wel even serieus wat junta gaan doen of zo. Toen ging ik ook vakken vullen vol, maar daar ging ik chillen, hè. Echt chillen, kattenkwaad, gewoon, maar het was gewoon money. Nu ik zie 2 bar binnenkomen, ik dacht van, hè? Ik maak pap. Ja, man. Maar nu 2 bar is niks, man. Je kan niet eens rekening op het andere iets meer. Een beetje boodschappen is klaar. Maar andere tijd ook wel, toch? Ja. Maar ja, wat jij ook zegt, ik had liever ook denk ik burgers willen seren. Maar ja, broer, ik weet niet. Ik denk als mijn ma zou zeggen, ik ga burgers seren, dat ze me ook gewoon zou kijken, wat doe je, broer? Ja, die probleem hadden we sowieso. Ja, ik kan me herinneren, eerst gingen we bij zijn huis maken. Kreeg gobaris. Ja. Gingen we daarna bij mijn huis maken. Toen was het helemaal uit de hand gelopen. Ik had olie laten vallen. Nee. Dus ja, mijn ma... olie gewoon? Of gewoon die zonnebloemenolie, toch? Die, ja, maar was het al aan de bakken? Oh, nee. Dan zou ik denk ik niet eens meer osso wonen. Maar ja, man, gingen daarna, want mijn mattie Frans die was echt chill, zeg maar. Dus gingen daarna bij hem maken eigenlijk, man. Anders hadden we het ook niet kunnen maken, man. Ik zeg je eerlijk. Hoe gaan jullie ermee om? Want jullie zijn beide Ghanese? Ja, man. Jullie zijn best wel, als ik het zo hoor, zijn jullie top creatieve boys. Ja, thanks, man. Is dat iets wat vanuit huis altijd gesupport werd?
Nee, man. En hoe gingen jullie daarmee om? Kijk, ik... Kijk, misschien kennen mensen me al van TikTok of zo. Maar ik ben zo vervelend tegen mijn pa. Als mijn pa zegt, doe dit niet, doe ik het wel. Snap je? En dan ga ik hem ook echt bewijzen van, ik kan het. Bijvoorbeeld, ik was eerst op zwemmen. En mijn vader wou dat ik doorging met banen zwemmen. Want hij zegt, voetbal is niet voor jou, bijvoorbeeld. En het is voor je broers. En toen ging ik gewoon voetbal. Had ik hem bewezen. Speelde ik schaduwselectie. Toen dacht ik van, nou, hij heeft wel eigenlijk uiteindelijk gelijk. Want ik vond voetbal opeens niet meer zo leuk. En ja, ging ik eerst met hem kickboksen. Maar hij dacht gewoon van, hij gaat toch geen discipline hebben. En toen kreeg ik juist mijn discipline, want ik ga hem bewijzen natuurlijk. En toen ging ik aan het boksen. Dus laat me zeggen, in mijn familie is het gewoon van... Ze supporten je aan het begin niet, maar... wanneer ze zien dat je potentie hebt, dan gaan ze wel er zijn, snap je? Yeah. Maar dat is eigenlijk echt bij veel Ghanese zo. Oh, ja, ik weet niet hoe het bij jou ging, maar ja, bij mij wel zo, man. Creativiteit zelf komt sowieso van huis en dat is wel gewoon... Ja, gewoon creatief zijn, dat is niet direct... Het is altijd gesupport, maar ik denk dat wat meer het probleem was, was dat we zeg maar... van die creativiteit onze beroep wilden maken. En daar stonden ze gewoon niet achter. Want buitenlandse ouders hebben meestal iets van, yo, je moet gewoon scoren doen. Misschien als je scoren af hebt, kan je dat als hobby doen. Hun zien creatieve dingen als hobby, niet als junta. En ze begrijpen ook niet bepaalde hoe het werkt in Nederland soms. In Nederland zijn er veel meer dingen die je kan doen. En het is niet, zomaar zeg ik niet, niet alleen in Nederland. Ook in Ghana, ook in al die andere landen. Maar hun zien dat gewoon niet, omdat ze gewoon... Een soort doctrine of een soort... Gewoon een traditionele manier. Ja, ze zijn gewoon... In hun cultuur zijn ze gewoon van scoren, scoren, scoren. Wat niet erg is. Het is gewoon sowieso goed om je education gewoon te hebben. En gewoon geleerd te zijn. En verstand te hebben voor wat je praat. Maar dit hoeft niet je toekomst te zijn per se. Kijk, school op zichzelf is belangrijk. Het is ook gewoon belangrijk om school mee te maken. Die momenten mee te maken. Maar om daar uit je toekomst uit te halen... Dat is niet voor iedereen... Niemand weet wat Gods plan is of wat de roeping is van God. Dus je weet toch, als het scoren is, prima. Maar voor ons was het niet direct zo. Dus het enige wat we nu zelfs nog steeds doen is gewoon elke dag onze ouders het tegendeel bewijzen. Gewoon proberen ze trots te maken. En als ze dan uiteindelijk wel zoiets hebben van, oké, jullie hebben het wel laten lukken, ook goed. Uiteindelijk neem ik het zo ook niet kwalijk hoor. Je weet toch. Ze willen gewoon een beetje zekerheid bieden toch? Ja, ze komen ook van een plek waar ze niet veel hadden. Dus ze willen gewoon... Dat jij dat wel hebt, toch? Ja, snap je. En voor hen is dat school de manier. En wij zien het niet zo, maar dan moeten we ze wel bewijzen dat school niet de enige manier is. Ja. Hoe heb jij het ervaren dan, Ju? Ja, voor mij is het wel gewoon een beetje anders. Mijn broertje zit toevallig daar. Hij weet zelf hoe het gaat. Weet je, onze vader is ook gewoon Ghanese. Tenminste, hij is mijn stiefvader. Maar ik ben sinds jong gewoon met hem opgegroeid en zo. En dit maak ik ook gewoon mee in de zin van... Ze pushen die score echt gewoon. Ja. Maar het is ook gewoon belangrijk, want ik snap het wel. Ze kwamen hier gewoon eerste generatie in Nederland, ze hadden niks toch. Dus zij moeten bouwen, ze hadden al die risico's gewoon meegemaakt. Ze hebben dingen opgeofferd voor ons en zo. Dus zij willen dan van, ze zien van, scoren kan je wel gewoon een soort zekerheid geven. Maar wij zijn die nieuwe generatie, wij zien ook wel nieuwe opties, nieuwe loopbanen en zo. Maar voor mij, toen ik jonging was, wist ik van, oké, als ik gewoon die score gewoon regel aan deze kant, dan kan ze me niks zeggen wanneer ik bezig ben met andere dingen. Snap je? Ja. Dus ik had er gewoon beloofd van, ik ga die score gewoon afmaken, maar met grenzen. Ik ga niet universiteit doen of die dingen. Ik ga gewoon dit doen. Wanneer ik dit klaar ben, mag ik doen wat ik wil, zeg maar. En zo heb ik het gewoon aangepakt en ze support me gewoon met alles wat ik doe, zeg maar. Deze young boy, hij weet het zelf ook, also. Scoren is belangrijk gewoon om, vooral als je niet weet wat je wilt doen, zeg maar. Kijk, jullie waren op een hostel, jullie wisten van, we willen money maken, we willen dit doen en zo. En op een gegeven moment zag je van, boksen, je zag, kledingmerk, dat jij zag rappen, bla bla. Je hebt andere opties, maar er zijn boys, ze hebben geen optie. Snap je, ze hebben nog niks in hun hoofd en dan zeggen ze, fuck scoren, dit en dat. Dan gaan ze op straat andere dingen doen en zo. Yeah. Snap je, dat is dan niet de manier hoe je het moet aanpakken. Yeah. Snap je, mijn broer? Wat was het? Ik kan me nog herinneren, broer, ik was 13 volgens mij, ik wilde graag Bali kicken. Al die boys kickten Bali.
nu ik kom bij mama. In eerste instantie ze is op een, weet je wat, nog span. Puntje bij paaltje, was ze op een, normaal, ga het niet doen. Pijn. Ja. En op een gegeven moment werd ik oud genoeg, 15. Op een gegeven moment kon ik zelf shit fixen. Dus toen ging ik basketballen ook op een gegeven moment. Dus toen ging ik ook zelf kicken. Maar ik had altijd een beetje het gevoel van, joh, als ik eerder had mogen kicken, of eerder had mogen beginnen met sport, had ik meer eruit kunnen halen ofzo. En aan de ene kant, ik begrijp het wel, want zij wil zekerheid. Ze is naar hier gekomen met het doel om het beter te hebben. Voor haar en haar kinderen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel een beetje het gevoel gehad dat door de manier ze me heeft opgevoed op bepaalde punten. En vooral ook, ik had niet toen de tijd veel creatieve mensen omheen ofzo. Dat het me een beetje in gebreken heeft gesteld ofzo. Dat ik pas vanaf latere leeftijd ook wat creatiever ging denken. Dan pas ging denken van, hey joh, het kan ook op een andere manier. Al met al moet ik wel zeggen, ze me altijd pushen voor school. En ik ben wel blij dat ze dat heeft gedaan. Nou. Want daardoor heb ik die HBO-diploma nu ook. Nu die master proberen te fixen. Dat heeft ze me wel goed meegebracht. Maar het kon net iets anders of zo. Ja, precies. Ja. Want ik denk pas toen ik stage bij DP ging lopen. Toen pas begon ik te denken van, hey, yo, het hoeft niet elke dag kantoor, hoofd in de boeken. Het kan ook op andere manieren. Ja, man. En sindsdien ging ik denken, andere shit kijken. En ik, sindsdien is dat mijn idee echt open is om dat zo te zeggen. Als je nu kijkt naar de knowledge die je nu hebt, zeg maar. Dat is ook een vraag voor jullie twee. Van die kinderen die je gaat krijgen, hoe ga jij ze opvoeden, zeg maar. Wat voor, weet je toch? Welke richtlijn, om het zo te noemen, ga je ze meegeven? Oh, dat is een goede vraag, man. Kijk, aan de ene kant ga ik persoonlijk wel zijn op een, kijk gewoon zelf wat je wilt doen in life. Ik wil je niet beperken, ik wil het ook niet voor je bepalen. En ga gewoon oriënteren, ga gewoon kijken ouder wat jij wilt doen. Maar wat jij ook zegt, of wat jouw moeder dan ook wel deed, met de gedachte van, joh, ik zeg niet ga oriënteren en bondscoren, je weet toch? Hou dat wel gewoon in gedachten, fixen. Ja. En als je daarnaast iets hebt van je denkt, joh, dit ga ik pakken, pak het dan. Maar pak wel gewoon een basisdiploma, je weet toch? Een mbo niveau 4, HBO, pak het. Als het je lukt tenminste, als jij al voel je op iets bent en je denkt, dit gaat lukken, doe het. Maar weet al met al, je gaat hard moeten werken. Als je niet ready bent voor dat, hoe ga je zeggen, ik ga niet naar scoren? Dat denk ik, man. Bij jullie? Ja, ik ga mijn kinderen sowieso de harde weg leren, om het zo te zeggen. Ik hoop gewoon wanneer mijn kinderen er zijn, dat ik gewoon succesvol ben, dat ik mijn dingen heb gehaald. Dus dat ik ze gewoon financieel kan helpen, om het zo te zeggen. Maar als mijn, laat me zeggen, mijn ouders hebben wel vroeg gezegd van, je moet sparen. Maar ze hebben niet gezegd waarom ik moet sparen. Want ik had in mijn hoofd vroeger, ik spaar voor mijn ouders, want je weet toch, Ghanese onder elkaar. Wanneer je 20 euro krijgt van je oom en tantes, je vraagt je ma opeens, waar is mijn 20 euro? Het is echt van, die brede was lekker toch, die je had gegeten. Snap je? Dus, ik ga ze, ja, snap je? Dus ik ga ze gewoon zeggen van, een wijze les om te sparen. En gewoon laten zien dat ze gewoon dit kunnen bereiken als ze sparen, snap je? Als ik gewoon die knowledge kreeg gewoon aan het begin. Want kijk, ik heb gewoon gehoord van je moet sparen. Maar ik denk gewoon, ik spaar voor mijn ouders. Want dat had ik steeds in mijn hoofd. Niet dat ik mijn ouders niks wil geven natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel, ja, toch? Ja, dat eigenlijk. Weet je, ik heb, zeg maar, ik heb voor mezelf gecreëerd van iedereen. Elke kind, elke persoon, die heeft gewoon zijn eigen weg, toch? En ik zal niet direct mijn kinderen opvoeden als hoe ik ben opgevoed, maar ik zal zelf nog moeten nadenken over deze vraag. Want ik wil sowieso mijn kinderen volgens de Bijbel opvoeden. En ik denk dat ik nog niet zo ver ben in dat gedeelte, in ieder geval. Zeg maar fatherhood. En dat ik nog niet zoveel daarover weet om dat te kunnen zeggen. Maar ik denk sowieso dat ik dat mijn kind, zeg maar, dat ik het hun leven ga zien als hun eigen weg. Ze moeten niet hoe noem je dat, in mijn voetstappen treden of een image van mij zijn. Snap je wat ik bedoel? Ze moeten meer een image van God zijn en dat gewoon op hun eigen manier. Je weet, ik weet niet, misschien moet mijn kind door 10.000 obstakels gaan voordat hij komt waar hij komt. Dat kan ik niet voor hem bepalen, snap je? Daarom is het ook moeilijk om, stel je krijgt een dochter om te zeggen van je kan hier en daar niet gaan, want je weet niet of je God zijn plan aan het beperken bent door dat te doen. Je weet niet waar je kind doorheen moet komen om de persoon te worden die hij moet worden. Dus
Ja, ik denk, best antwoord op deze vraag is, ik zou mijn kind opvoeden op de manier waarop God wil dat ik dat doe. En dat is denk ik de beste manier is om de Bijbel te lezen. En om gewoon te blijven bidden en te vragen hoe hij wil dat ik dat doe, man. Puur, man. Puur, man. Ja, man. Puur, man. Ik hoor dat. Young boys, en ze komen toch met echt wijze woorden. Ja, veel knowledge. Ik geloof het, man. Knowledge, man. Zo zie je ook maar dat elke generatie ook wel gewoon vooruit gaat, zeg maar. Snap je? Ik merk ook van dat er veel mensen zijn nu die gewoon op een jonge leeftijd al bepaalde insights hebben, zeg maar. En... staan niet stil, ze bewegen. Snap je? Maar de laatste podcast, tijdens Museumnacht, met veel jonge mensen gesproken die gewoon bezig zijn, die gewoon dingen doen, creatief vlak, gewoon echt sinds jongs af aan gewoon aan zijn. En ik loef het, man. Ik heb het gevoel dat iedereen gewoon net wat meer bezig is of zo. En dat is gewoon nice om te zien, man. Ja, man. Ook bij jullie, man. Ja, man. En wat zijn jullie plannen dan voor volgend jaar? Want je ziet al, december komt eraan, ja. Nieuwjaar, kerst, noem maar op. Wat zijn jullie plannen? Ja, eigenlijk sowieso een merk uitbreiden, om het zo te zeggen. Wat we steeds willen doen is, we willen meer legacies achterlaten gewoon. En ja, daar zijn we nu eigenlijk mee bezig en ook dichter bij God wat komen. Wat is een legacy voor jou dan? Hoe zie je dat voor je? Wanneer zeg je van oké, ik heb een legacy achtergelaten? Gewoon, laat me zeggen, wat ik eigenlijk heb gedaan bij Denim Days, gewoon geschiedenis geschreven van. Want ik kreeg te horen van de eigenaar van Denim City dat gewoon grote mensen die boven mijn pop-up waren, want mijn pop-up was gewoon op begaande grond, maar je kon gewoon kijken via een glazen raam. Oh, ja. En er waren gewoon grote mensen in de jeanswereld, dus bijvoorbeeld van Tommy Hilfiger en zo, headquarters van hun, Calvin Klein. Hun hebben gewoon een presentatie die ze geven. En ze zien een groep donkere mensen jeans verkopen beneden. Dus dacht ik van, hoe kan dat? Hoe brengen ze zo veel mensen bij elkaar voor jeans? Want meestal zie je donkere mensen of... ja, laat me zeggen, creatieve mensen, jonge creatieve mensen ook gescheurde broeken dragen en al die dingen. Maar wat wij hadden gewoon is plain broeken gewoon met onze brand erop. Dus ze keken gewoon echt gefocust en dacht ik van, ja, dat is eigenlijk iets achterlaten. Want wij zijn juist de kills die zijn uitverkocht met de broeken en hun denken anders over ons, om het zo te zeggen. Ja. En dat is het eigenlijk niet. En daarmee heb ik eigenlijk iets achtergelaten. Want ik heb veel mensen geïnspireerd. En dat hoorde ik ook door de speech die wij twee gaven. Dus ja, man, dingen achterlaten, man. Sterk. Ja. Voor jou? Ja. Gewoon de vraag was, wat zijn je plannen gewoon voor aankomend jaar? Sowieso, volgend jaar, net wat hij zegt, we willen uitbreiden. We willen, zeg maar, meer doen dan wat we dit jaar hebben gedaan. Dat is sowieso ons plan voor alles, om gewoon beter te doen dan wat je daarvoor hebt gedaan, beter te doen dan de mensen die voor je zijn geweest. En vooral dat, laat me het zo zeggen, eerlijk gezegd, kijk, mijn focus is sowieso op het muziek, dat sowieso, maar ik wil, zeg maar, als collectief, dus als wij boys, wil ik gewoon, je hebt, zeg maar, Bully, je hebt Obed, je hebt Pedro, je hebt Jamma, maar dan heb je ook Sanslimite, dat is gewoon, dat is één. Het is niet, zeg maar, we horen bij dat die brand. Sanslimite is gewoon één. Dus ik wil dat, zeg maar, wij als één om 10 keer harder gewoon met z'n allen gaan werken voor dat. Want ik geloof, zeg maar, dat als je daaraan 10 keer harder gaat werken, dat alles eromheen ook gewoon gaat werken. Laat me het zo zeggen, als Bully niet groeit, wie weet kijkt Obed dan niet meer met bewondering naar mij van, joh, hij werkt hard. Als hij niet groeit, wie weet kijk ik niet meer naar hem van, joh, je werkt hard. Dan ga ik ook minder hard werken. Dus ik heb het gevoel van, als we allemaal gewoon hard werken en allemaal gewoon 10 keer meer erin stoppen, dat zeg maar de toekomst van zichzelf gaat praten, als je een beetje snapt wat ik bedoel. Je gaat, zeg maar, je gaat archieven creëren als je een beetje snapt wat ik bedoel. Nee, ik snap wel helemaal wat je bedoelt. Ga verder. Voor mijzelf, muziekwijs, met Gods wil, volgend jaar sowieso een paar singles. En met Gods wil eind van het jaar een album.
En ja, ik weet niet, ik vind dat niet heel speciaal om te zeggen toch, want het is gewoon iets wat gaat gebeuren, prima, maar ik geef niet echt iets meer als ik alleen zeg dat ik album ga doen of zo. Het is gewoon... Maar ik denk wel, wat ik tenminste geleerd heb, van het is misschien voor jou wel gewoon standaard, yeah. Want het gaat sowieso komen, yeah. Maar het is wel gewoon belangrijk om stil te staan, zeg maar. Van, het is wel iets klop, want niet iedereen kan dat doen, zeg maar. Zo'n bureau. Ja, klopt, daar heb je echt gelijk. Man. Want anders, moment, want op een gegeven moment, dat is ook uit eigen ervaring, op een gegeven moment als je blijft werken, je blijft werken, je blijft werken, je blijft dingen leveren, het wordt dan in je hoofd normaal, maar op een gegeven moment wordt het, je denkt steeds van, hey, het is niet genoeg eigenlijk. Yeah. Het is niet genoeg, ik moet meer doen, ik moet nog een stap maken, zeg maar. Snap je, broer? Yeah. En dan ga je jezelf gek maken. Yeah. Maar als je ziet van, hey, wat ik doe is wel hard, is wel gewoon goed. Voor mijn matties, voor mijn broeders, voor mijn familie en zo. En voor mezelf. Dan ga je ook veel beter mentaal voelen, zeg maar. Klopt, daar heb je gelijk. Het is ook niet iets wat we heel vaak doen, man. Erbij stilstaan. We kennen niks anders dan... Gewoon doorgaan. Dan rennen. Of zo, ja toch. Het is gewoon, het is bijna een soort virus. Snap je? Dat was gewoon... Blijven rennen. Dus stilstaan doen we niet echt. Als we op schrijverskamp gaan, dat was onze enige kleine soort vakantie. En daar moet je zelf tunen. Mm-hmm. Ik ben zelf wel alleen op vakantie gegaan dit jaar. En daar ging ik wel gewoon stilstaan van, joh, je hebt dit en dat gedaan. Je kan nu alleen op vakantie gaan. Dit kon je een paar jaar geleden niet. En daar bleef het bij eigenlijk voor mij. Soms moet je gewoon even remmen. Ja, precies. Even rusten. Precies. Weer benzine zetten in die wadi, ja. Toch? Ja, ik kan niet zeggen. Dat is wel doorgaan. Belangrijk. Dat is echt zo. Maar ik hoor het zeggen, ik kan dat ook. Hè. Ik was op vakantie. Ik ben zo gewoon, broer, vroeger dit kon niet zomaar. Ja. Hè. Ja, man. Is dat gek besefmoment wel of zo? Ja. Dat je gewoon zelf kan zeggen van, ja man, ik ga gewoon naar Italië. Ik ga gewoon even weg. Ja. Gewoon even weg. Even weg, okay. Ja, je kijkt er wel anders naar. Maar wat ik gewoon... Ik kan gewoon niet alleen op vakantie. Maar kijk, hij kon het helemaal alleen? Ja, man. Dom. Ja. Hoe was dat? Bro, het beste wat ik had gedaan. Ik wil ook niet eens meer met mensen op vakantie. Echt? Nou, natuurlijk. Ik ben elke dag met hun. Elke dag is... We gaan bijvoorbeeld deze maand naar Londen. Dat is voor mij ook al gewoon een soort vakantie, snap je? Dus, ja. Maar alleen op vakantie gaan is echt best goed, man. Het is ook gewoon goed voor jezelf. Man. Gewoon focus. Je doet gewoon dingen die je normaal niet doet. Weet je, boeken lezen of zo. Gewoon alleen lopen, gewoon de natuur bewonderen, ja, en zo. Gewoon. Zulke vakanties zijn belangrijk, want kijk, je hebt die vakantie, je gaat naar vissen, je gaat naar festivals, blablabla. Maar die zijn niet die vakantie om te gaan, om rust te krijgen. Zeg. Ja. Je gaat daar, je bent nog steeds in een emotion, je bent druk, je links, bent nog steeds moe. Kapot gewoon. Ja. Je hebt gewoon vakantie nodig voor je vakantie. Ja. Is gewoon moe, man. Ja, voor mij is vakantie sowieso rust. Als ik van Schorro vakantie heb, betekent ik ga niet meer aan Schorro. Als ik van Schorro vakantie heb, ga ik ook niet in dit vakantie aan Schorro zitten. Snap je? Dus voor mij is vakantie sowieso rust. Ik ga naar geen enkele oorlog of zo. En ik heb ook nieuwe mensen ontmoet, man. Dat vond ik ook hard, man. Ja? Ik was ergens in Spanje, ik ken die mensen niet. Ik was gewoon op mijn... Wat had ik? Zo'n paddleboard. Gewoon nieuwe mensen ontmoet. Ging met ze praten. Gewoon volgende dag met ze chillen. Ja, bro. Ik zeg je eerlijk. Ja, het is gewoon... Kijk... De reden waarom ik dit waarschijnlijk nooit heb gedaan, omdat ik dacht dat het voor witte mensen is. Dat is gewoon eerlijk. Is ook gewoon... Wat, op vakantie gaan alleen of paddleboard? Ja, avonturen en dingen. Oh, gewoon. Zo. Ja, nou, ik hoor het gezegd, hè. Black people, we doen dat niet, bro. Ja. Dat is niks voor ons, bro. Wow. We zijn niet zo, snap je? Maar ja, uiteindelijk heb ik het wel gedaan en ja, het heeft me wel goed gedaan. Dus ik ga het sowieso vaker doen. Ik raad het jullie ook aan. Ja, maar het is gewoon gangbaar van, joh, je moet een keer voor alleen erop uit. Maar ja, wat jij zegt of zo, ik kom nu ergens, ik tag met random mensen. Broer, ik heb geen hoofd, die mensen gaan me gewoon ontvoeren als ik niet oppas. Die zo toch. Ergens kofferbak. Die zo toch. Kijk, waarom ik het niet doe is, omdat ik, want stel je voor je bent met een groep boys, er komt opeens één persoon random, dan denk je van, bro, wie is dit, broer? En dan zo denk ik ook, ik kom op een ding, denk, wie is die tokere keel, broer? Wat moet die hier? Snap je? Yeah. Want in Spanje zijn ze niet allemaal. Yeah. Waar ik was, waren wel veel, ja, niet veel racisten. Maar die plek waar ik zelf, mijn hotel was niet direct racist. Dat was gewoon universeel. Maar die hoofdstad en zo, waar die rijke mensen waren en zo. Yeah. Daar waren wel veel mensen. Of ja, gewoon. Ze keken gewoon op een bepaalde manier. Waarvan ik dacht van, joh, weet je toch. En ik dacht wel wat hij zegt, maar die mensen gingen mij benaderen, ik ging je niet benaderen. Ik was daar om te chillen. Ik ja, ik hoor het. Het moet ook wel natuurlijk komen ofzo. Ik hoor het. Ja. Misschien nog om te checken.
zou het wel een keer willen doen. Ik denk gewoon mijn hoofd leeg te maken. Want ben je daar veel op je telefoon? Ook niet, man. Ja, op een gegeven moment... Dat is niet zo vaak op Italië. Nee, het gaat ook dying worden, toch? Want, ja, wat ga je doen? De hele dag mensen FaceTime, man. Je kan net zo goed niet op vakantie gaan. Toch? Ja, ik hoor dat, Plus, buitenland is... Je MB gaat ook snel op, man. Oh ja, dat ook nog. Je hebt 27.000 nog, wat krijg je? En ik bleef een week, dus... Het gaat hard gaan, zo. Ja, je hebt nergens wifi, toch? Dus je hebt alleen maar dat. Dus het gaat snel. Ik hoor dat. Oké. Ik dacht er ook aan laatst om naar Italië te gaan. Gewoon solo. Maar Italië, daar zijn ze wel echt racistisch. Ja, Italië is niet om solo te gaan. Want, hoe heet het? Wacht. Ja, je bent geweest? Nou, maar wat ik hoorde, zeg maar. Oh. Kan gewoon. Niet solo. Ja, ik ging met mijn pa en mijn brada ging ook naar Italië. En bijvoorbeeld, mijn brada stond... mijn pa stond achter die auto om gewoon te zeggen van, je moet naar achter gaan, toch? Maar ze dachten gewoon dat we iets aan het nakken waren, gewoon. En blijkbaar was het gewoon die eigenaar van die hotel zelf die dat dacht. Snap je? Dus is gewoon, weet je, Spaans, ja. Komt Spaans over. Maar ja, dat, in die stad waar wij waren dan, hè. Dus ja. Ja, maar boys, wil je nog iets zeggen? Ja, man. Eén vraag die ik nog voor jullie heb is, wat missen jullie? Wat vinden jullie dat jullie in je omgeving mist om voortgang te boeken op creatief vlak? Krijgen jullie genoeg kans om je creatief te uiten? Ja. Dat is echt een goede vraag, man. Als ik eerlijk ben, naar mijn gevoel is er niet direct iets waarom. Zeg maar, ik zou niet kunnen weten wat je kan missen als je, zeg maar, ja, in God bent. Er staat letterlijk, als je gewoon alles in zijn handen legt, dan komt het goed. Als ik weet dat ik bijvoorbeeld, laat me dat zo zeggen, wij hebben alles gewoon in Gods handen gelegd en alles loopt ook, maar het is niet een wonder of zo dat alles loopt, het is niet raar, want het is gewoon de waarheid. Put your things in God's hands and he will provide. Zo simpel is het gewoon. Dus we hebben, ja, naar mijn gevoel, missen we niks. En ik zou ook echt ondankbaar zijn eigenlijk als ik dat zou zeggen, dat ik iets mis. Want ik krijg... Ik weet waar je vandaan komt. Snap je? Snap het. En het is misschien een cliché antwoord, maar ja, bro, er zijn echt mensen gewoon in landen die gewoon niks hebben. Gewoon. Niet alleen in landen, ook gewoon in Nederland. Er zijn gewoon mensen met niks, snap je? Dus ik zou echt oprecht klagen als ik nu zou zeuren om weet ik veel, dat ik niet genoeg geld heb om te investeren. Of, laat me het zo zeggen, want ik heb wel, we hebben geld om te investeren, maar misschien kunnen we niet investeren in wat we willen investeren, omdat onze buitengewoon nog niet daar is. Maar dan moet je gewoon humble zijn en roeien met de riemen die je hebt en van niks iets maken. Dus, want als het zeg maar, wat je business-wise is de vraag, toch? Ja, toch? Als het business-wise was, nee man, we hebben onze eigen kantoor, een werkplek. Ik ken niemand die op 18-jarige leeftijd een eigen kantoor heeft. Gek niet. Snap je? We hebben tenminste wat om te investeren. We kunnen investeren, laat me dat zo zeggen. We hebben elkaar, we hebben laptops, we hebben telefoon. Ik zeg heel eerlijk, als ik alles ga opnoemen, ik voel me gewoon ondankbaar als ik zeg maar, hoe weinig ik eigenlijk God bedank voor die dingen. Want ja, tuurlijk komen er dingen in je hoofd op. Tuurlijk zou je een ton willen hebben om te kunnen investeren en vrij te kunnen investeren en doen wat je wil. Niet hoeven na te denken over wat je doet. Maar dat is niet... Dat is denk ik ook niet Gods visie voor ons. We zijn juist goed in van niets iets maken. Dus ik denk dat het zeg maar ook met de tijd wel gaat komen. Om dat aan te vullen eigenlijk. Je hebt vroeger of een jaar geleden heb je gebeden voor iets wat je nu al hebt bereikt eigenlijk. Dus, of had je een doel gesteld bijvoorbeeld van ik wil mijn podcast later toen je 10 was. Zo. Kijk waar je nu bent bijvoorbeeld. Dus ja. Dus we zijn wel dankbaar met alles wat we zijn. Ja. En daarom zei ik hiervoor ook van dat je ook stil moet staan. Ja, in je bed, zeg maar. Dus wat jij zegt, want 5 jaar geleden zei je van, ik wil die kledingmerk, dit. Kijk je nu, snap je? Ja, man. Als ik het meest nederige denk ik zou moeten zeggen, zou ik bijvoorbeeld iets zeggen zoals connecties met mensen die van ze hebben of dat soort dingen. Of connecties maar gewoon connecties om dingen makkelijker te maken. Ja, toch? Dat denk ik dat er mis, want
tuurlijk, we kennen heel veel mensen, maar niet. Er zijn echt meer, er zijn diepere mensen, hogere, laat me het zo zeggen, witte mensen, hogere mensen in musea, hogere mensen in de gemeentes en zo. Gewoon dat soort mensen die je moet kennen. Die creatives zijn zo, prima, dat is goed, dat is altijd goed om te kennen. Ja. Maar er zijn zeg maar mensen, business-wise, bedrijfswise, die in de echte ondernemerswereld zitten, die, ja, waar je niet 1, 2, 3 bij kan komen. Toch? Dus ik denk, ik zou heel dankbaar zijn als er bijvoorbeeld een netwerksessie was, of als we zouden uitgenodigd zouden worden voor een hele goede netwerk, Vissa, waar al dat soort mensen komen, dat zou ik mijn nek uitnetwerken. Dus ik zou met iedereen gaan praten, iedereen gaan lullen, iedereen koffie doen. Dat, ja, ja, ik denk dat dat, zeg maar, als er iets is wat er mist, dat... Ja. Dat, ja, voor de rest, bro, thank God voor alles wat ik heb. Voor het feit dat ik überhaupt vandaag nog adem, bro, dat ik het lichaam kunnen zien, bro. Dat, ja, dat is voor mij belangrijk, man. Eerlijk. Ja. Want zijn jullie ook gelovig? Ik ook, man. Ja, man. Gaan jullie ook naar kerk, of? Nee, man. Ligt iets ingewikkelder bij mij. Wat is het? Oh, ja. Ik geloof veilig dat er een God is. Mm-hmm. Maar om te zeggen of het de katholieke God of de islamitische God is, dat kan ik je niet zeggen. Mm-hmm. Dus ik ben daar nog heel erg zoekende in. Mm-hmm. Mijn moeder is zelf islamitisch, mijn vader is christelijk. Mm-hmm. Dus ja, dat een beetje, man. Je vader is katholiek dus? Ik kan je niet zeggen wat hij is, man. Oh, je weet niet wat hij is? Nee, maar niet per se. Oh, oké. Okay. Kijk, bij mij is het... Mijn oma is echt gewoon... Echt, ze is gewoon katholiek, ze is echt gelovig. Mm. Elke dag in de Bijbel, elke dag gesprekken met ons voeren. Mm. Over hoe je leven moet leven. En waar je dankbaar voor moet zijn. Dus alles wat jij zei, ik heb het gewoon... Hoe ik ben opgegroeid, gewoon elke dag gehoord. Maar aan de ene kant, ze zet ook geen pressure op ons, weet je. Ja, precies. Ze zet geen pressure van, hey, je moet naar kerk gaan, je moet dit doen. Ze raadt het gewoon aan van, kijk, dit kan je helpen in je leven. Als je het oppakt, pak je het op. Als je het niet oppakt, zijn je keuzes die je maakt, zeg maar. Dus in principe wat hij ook zegt, van... Ik ga niet zeggen van, hé, ik ben katholiek of iets in die richting. Yeah. Dit is mijn God en dat is het enige wat er is. Maar voor mij is het gewoon van, er is een God. Weet je toch, ik bid elke dag, ik praat elke dag. Precies. En ik sta gewoon bij stil. Yeah. Maar niet per se dat ik naar kerk ga of iets in die richting. Dat ook, maar. Nog eens, jullie bijvoorbeeld zo horen praten, heb ik wel iets van, oh, dit klinkt toch interessant. Jullie wel meer van weten of zo. Ik wil niks zeggen, maar kijk... Veel mensen, vaak wanneer mensen nieuw in Christus komen, dan zeggen ze van je moet dit of dat doen of je mag dit en dit. Dat is niet de manier. Want uiteindelijk, iedereen moet zijn eigen band met God. Snap je? Ja. Hij kan mij niet vertellen hoe ik met mijn moeder praat. Snap je wat ik bedoel? Iedereen moet zijn eigen band met zijn vader, met God opbouwen. Dus inderdaad, wat ik zou zeggen is gewoon zelf bidden, zelf de Bijbel lezen en zo. Ik kan je niet forceren om naar kerk te gaan. Ik kan je alleen uitnodigen naar mijn kerk. Zit in mijn rapport. Ken je Amsterdam City Church? Nee. Het is gewoon een, kijk, het valt onder Pinksteren, laat me het zo zeggen, Pinksteren Kerk Pentecost, maar het is gewoon meer een kerk voor, of ja, niet voor jongeren, maar waar jongeren zichzelf beter kunnen vinden en beter ontwikkelen. En vooral, heel veel creatives zitten daar ook, heel veel influencers, dus ik weet niet, als jullie een keer willen komen, ik zou zeggen, neem jullie geluidsman mee, neem jullie broertjes mee, neem iedereen mee. En dan kan je checken voor jezelf. Als je het niks vindt, vind je het niks. Zo zit ik er ook in. Maar ik forceer niemand. Ik zeg altijd van, joh, uiteindelijk moet jij je band met God creëren. Ik kan geen kabel voor je aansluiten. Dat dan. Ik hoor je. Puur, man. Boys, ik zeg je eerlijk, ik wil je echt bedanken voor deze episode. Ja. Het was leerzaam ook, hè, toch? Zo leer je ook van iedereen. Ja. En maar hebben jullie nog laatste woorden voor de mensen die gaan kijken? Ja, kijken, man. Shout-out naar mijn moeder. Opa. Of wat toe. Volg Sanslimite Worldwide sowieso. Soon on top. En SO naar Pedro, Jamma, Philip voor het komen. Ja, man. Ja, hetzelfde eigenlijk. Shout out naar hun. Shout out naar Obed. Shout out naar Pedro, Jamma, Philip. Shout out naar Sanslimite. Volg Sanslimite. Jullie gaan veel van ons zien. En ja, man. Die boys zijn goed bezig. Jullie kunnen zometeen naar de beschrijving gaan. Al hun tags. Zometeen jullie boys. Deel jullie Insta's ook, we zetten alles in de beschrijving. En jij wilde eigenlijk nog wat zeggen, want ik hoorde... Ik ben gewoon blij of zo, man. Goeie episode. Ja, man, episode was goed, man. Ik zeg je eerlijk, was op een gegeven moment wel gewoon een goed gesprek. En ik ben gewoon dankbaar dat jullie ook gewoon hier zijn. Dus gaan afsluiten, mensen. Like, subscribe, deel het, weet je toch? Boys, hebben jullie nog iets wat jullie willen zeggen? Jullie zitten goed. Ja? Dat is fijn. Yeah.
Dat was zo. Yes.